voor mensen die net thuis zijn gekomen met bord op schoot, misschien Boulevard zitten te kijken en denken, waar zijn die gasten in godsnaam? Wij zitten op dit moment in de hal van het RTL-gebouw. Ik heb het al uitgelegd, we krijgen een nieuwe set. Een hele mooie nieuwe studio vanaf maandag, dus morgen de laatste dag dat we hier zitten. Maar Mark, het is best gezellig, hè, zo hier? Ja, het is heel gezellig. Dat is normaal de ingang hier. Inderdaad. Ja, word je gefouilleerd zo? Ben je gefouilleerd? Ik word altijd gefouilleerd. Nee, nooit? Nee. Heel raar. Mm. Oké, we gaan zo meteen met jou praten over het verlaten van goede tijden en slechte tijden. Maar eerst wel even leuk als jij ook meeraadt. Ja. Het geluid van Q Music wordt binnenkort weer bekendgemaakt. Okay. Maar wat het is, weet niemand. Dat is het hele spel. Laten we even luisteren. Ik denk, wat, nou, wat denken jullie, John? Nou, aansteken? Het leek me even aansteken. Ik denk een niet-apparaat. Maar als je het nou goed hebt, krijg je dan ook het geld? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou morgenochtend om 8 uur dan begint het. Oh, nog een keer. Oh, sorry, daar is ook een doorheen. Nog een keer. Ik denk een niet-apparaat. Een niet-apparaat. En dan wat dan? Ja, dat je het dicht, dat je er nietje doet. Dat je zo... Morgenochtend om 8 uur mag begint het. Mark. Yes. Er zijn heel veel mensen die zich afvragen, vooral mensen die elke dag naar goede tijden en slechte tijden kijken en jou als favoriet hebben. Waarom gaat Mark ons verlaten? Ja, het wordt een keer tijd voor wat anders. Ik zit er nu 7 jaar in. Ik heb er echt met heel veel plezier in gespeeld altijd. En ik hou van Jack en van goede tijd. Alleen ja, ik ben nu 36. Nieuwe uitdagingen. Ja, het is toch wel een agendaprobleem, hè? Om wat anders te doen als je goede tijden doet. Het is gewoon echt een fulltime job. We beginnen vaak om 7 uur 's ochtends. Je moet je teksten leren. Ja. Soms moet je gewoon een deur dicht doen om een andere deur te openen. Wat was dat moment? Goed, want er was vast een moment, dat moet je nog weten, dat je dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Ik stop er gewoon mee. Ja, die vraag heb ik een paar keer gehad vandaag. Nee, dat is er niet echt geweest. Maar, ik denk eind vorig jaar dat ik dacht van, ja goed, wat wil ik dit jaar doen en bereiken? En misschien moet ik dan toch eens een keer het koude water inspringen en het warme bad verlaten. Ja, heb je ook... zeg maar een zeg gehad in hoe je de serie gaat verlaten? Nou... ja, dus. Ja. Nee, ik mocht er wel een klein beetje over meedenken. En ik vind dat Jack echt een heel mooi en waardig afscheid krijgt. Ja, oké. Okay. Nou, jij speelt natuurlijk heel vaak met de GG's. Ja, dus, een mooie dame, toch? Zij wil zelf, ook graag nog even zeggen hoe ze je gaat missen. Oh, wat leuk. Ik ga hem heel erg missen. Maar ik denk dat ik hem als vriend ook heel erg vaak ga zien. En wat ik niet ga missen aan Mark, is dat hij telkens in een scène overal over struikelt. En die heel onhandig is, waardoor ik altijd uit mijn concentratie ga. Dus nu gaan we samen op de fiets naar werk en dan gaan we onze teksten oefenen. En dan zitten we dus allerlei Jack en Lorena teksten tegen elkaar te zeggen. En dan fietsen er ook mensen achter ons die denken, wie zijn die gekken? En hij zegt ook altijd, Gigi. Life is all about priorities. Ik ga niet alleen fietsen, ik ga gewoon met de auto. Ja, een hecht clubje, dat ga je wel missen, denk ik. Ja, nee, dat meen ik serieus. Het is echt een familie. Ja. Maar wat ga je doen? Ga je reizen? Ga je schilderen? Vliegen? Dat kan niet ook. Ja. Vliegen? Nou ja, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd nog niet. Ik ben samen met iWorks een serie aan het ontwikkelen, diep. En verder wil ik me gewoon echt richten op acteren en me daar verder in ontwikkelen. Dat is mijn ambitie, mijn liefde eigenlijk. Mark, namens heel Nederland. Zo jammer. Zo jammer. Ja, ik even verplaats het in wat jij nu meemaakt. Het is ook heel heftig om te weten dat op het moment dat je gestopt bent op de vrijdag, dat het maandag gewoon doorgaat. Ja. Iedereen. Hè? Ja. Ja, dan zit ik thuis. Ja, maar het zal vast een goede beslissing zijn. Komt goed. Dankjewel dat je hier was. Leuk. Top. Dankjewel.